van de aanwinsten dit seizoen is de Oekraïner Alexander Yakovenko. Sascha, zoals hij ook wel wordt genoemd, is gehuurd van het Italiaanse Fiorentina en heeft zijn eerste wedstrijden voor ADO er nu op zitten. En dat is niet onopgemerkt gebleven. In zijn debuut tegen Twente wist hij meteen te scoren. Yakovenko gaat door op weg naar zijn eerste doelpunt in de Nederlandse competitie. Jawel! Dat is toch een droomdebuut. Tijd om hem wat beter te leren kennen. Ik haal hem op na de training en neem hem mee naar het centrum van onze eigen stad, Den Haag. Wat weet je eigenlijk van de stad Den Haag? Ja, Den Haag is een mooie stad en veel lieve mensen en allemaal is vriendelijk. Met zijn 27 jaar heeft Yakovenko al veel transfers gemaakt. Zo speelde hij in België bij Anderlecht en het Italiaanse Fiorentina. Is het leuk om zoveel te reizen of is het ergens ook moeilijk? Nee, is niet leuk. Is beter blijf meer tijd in plaats. Maar is geen probleem voor mij. Heb je al een plekje gevonden waar je zegt, nou, als het sporten straks stopt, dan ga ik daar wonen? Je hebt al veel gezien. Nee, ik heb geen plek waar ik woon wil echt blijven. Maar ik denk overal waar ik heb gespeeld, is een mooie stad. Altijd een mooie plek, maar is moeilijk om te kiezen. Ik ga je vandaag overtuigen om voor Den Haag te kiezen en om de schoonheid eigenlijk van deze stad te zien. We zullen zien. Want Den Haag heeft genoeg moois te bieden, zoals de haringkar op het Buitenhof. En hoewel Alexander geen haring lust, houdt hij wel degelijk van vis. Ja, ik eet veel vis. Gegrilde vis of steamde vis of in de avond dan en zo. Geen vlees? Ik heb gewoon kip. Dus eigenlijk echt wel een beetje een soort van sportersdieet wat je eet. Ja. Hoe was je eerste wedstrijd om te spelen voor ADO Den Haag? Leuk. Ja, ik heb gewonnen en ik heb gescoord. En het was belangrijk voor mij om het veld te staan, opnieuw. Ik heb lang tijd niet gespeeld. Dus ik ben heel honger voor voetbal. Ik hoop elke wedstrijd om te scoren. Maar soms lukt het, soms lukt het niet. Hebben ze allemaal gekeken naar je wedstrijd? Nee, het is niet op tv. In Nederland bijvoorbeeld. In Italië, ik denk ook niet. Dus niet veel mensen hebben gezien. Maar volgende dag op internet allemaal gezien. Ja, zijn ze trots op hoe je het hier doet in Nederland? Ja, trots. Op dit moment heb ik 3 wedstrijden en golden. Dus is normaal. is oké. Okay. Je bent wel heel erg gefocust op je werk. Hè? Van ik moet dit doen en geen poespas eromheen, geen extra's. Gewoon doen waarvoor je bent gekomen en presteren. Ja. Is dat een mentaliteit of is dat een cultuursdingetje? Heb je dat meegekregen van je ouders? Ik denk dat elke man moet, als die wil iets bereiken in het werk, in de carrière, moet goed geconcentreerd zijn en moet elke dag zijn best doen om iets te bereiken. Een wijze jongen, die Alexander, dat zit dus wel goed. Wat ook goed zit, is de vriendschap tussen Sascha en Bulikin. Bulikin die momenteel zonder club zit en nog regelmatig contact met de Yakovenko heeft. Bulikin, yeah. Is een vriend van je? Ja. Yeah. Heb je hem gebeld toen hij... Toen je in opspraak was bij ADO? Nee, ik heb met hem gepraat als ik was hier. En is hij blij dat je hier bij ADO Den Haag speelt? Ja, die is blij, die wil ook komen. Ja, waarom wil hij zo graag komen? Ja, nu op dit moment, Dimi is zonder club. Dus ik wil graag naar hier komen, ja. Ik heb gespeeld in de andere ploeg en waar was 3, 4, 5 spitsen. Dus, ik denk dat het geen probleem is die me komen naar hier, maar ik ben niet de baas. Ik wil dat ik naar hier komen omdat die is mijn vriend. En ik denk dat die is een heel goede speler. En? Ga je het proberen? Ik heb verteld in de club over hem. En dus dit is de beslissing van de club nu.
Heeft hij ook verteld wat voor club ADO Den Haag is? Ja, ik heb me veel gezegd dat het een goede club is met veel goede mensen, goede supporters, goed stadion. Ik wil ook zeggen dat we op dit moment heel goede spitsen hebben. Met Kramer en Deunen. Zo. We zullen zien of het hem gaat lukken. Ja, zeker. Ja.